Het is vandaag 13 juni 2015 en ik ben in de Arnold Asselbergstraat in Bergen op Zoom. En ik ga een bezoekje brengen bij een nieuwe bakker die in Bergen op Zoom is neergestreken. Onder de zeer duidelijke naam De Broodbakkers. De Broodbakkers heeft een open bakkerij en pas begonnen. Maar we zijn benieuwd wat er allemaal binnen te vinden is en een praatje te maken met de uitbater, de eigenaar. Goeiedag, ik spreek met Pieter Soeterman. Pieter, je hebt hier in Bergen op Zoom in de Arnold Asselbergstraat, is het geloof ik, hè? Klopt. Heb je een bakkerij geopend, De Broodbakkers genaamd. Juist. En ja, Pieter, hoe kom je ertoe om hier in Bergen op Zoom een bakkerij te beginnen? Ik heb in het verleden een traditionele bakkerij gehad. Daar heb ik een jaar of 9 in gewerkt, maar daar lag toch mijn hart uiteindelijk niet. Dus ik heb dat verkocht. Toen ben ik bij verschillende andere bakkers gaan werken. En heb eens goed rondgekeken van wat vraagt de markt en hoe voel ik me daarbij. Heb ik een concept ontworpen wat nu staat voor het eerst in Bergen op Zoom. Ik heb gekozen voor een algemene naam. Dus niet om mijn eigen naam erop te plakken, maar De Broodbakkers. Mm-hmm. Om het makkelijk en eenvoudig te houden. We gebruiken eerlijke grondstoffen en geen toevoegingen. Dus bij een makkelijke naam wordt een makkelijk product. Ja, De Broodbakkers, dat ligt er niet om, hè? Je hoeft niet te raden wat gebeurt hier. Precies. Maar Bergen op Zoom heeft natuurlijk al een aantal bakkers, dus als je hier begint, ja. dan denk je naar, wat kan ik er nog aan toevoegen? Waar kan ik me mee onderscheiden? Ja, precies. Ja, je moet gewoon goed kijken van, wat vraagt de markt op dit moment? Uh-huh. En niet alleen de consument in de winkel, maar er is natuurlijk ook veel horeca en andere derde kanaals klanten die je kan bedienen. Dus ik heb gekozen om een basis in de winkel met een basisomzet voor Bergen op Zoom. En ik denk, daar zit genoeg potentie om te starten. Van daaruit wil ik ook nog wat derde kanaal erbij betrekken, zodat ik een mooi geheel heb en dat ik hier mijn boterham kan verdienen op die manier. Juist. En je noemt een derde kanaal en waar moet je aan denken? Dat kan verschillend zijn. Kijk, je kan denken aan collega bakkers die bijvoorbeeld een goed stuk dezenbrood af willen nemen omdat ze zelf geen dezenbrood bakken of daar de middelen niet voor in huis hebben. Maar je kan ook denken aan een kaasspecialist of een slijterij die gewoon een lekker stukje brood wil verkopen aan zijn klanten. Ja. Dan ga je bakken eigenlijk voor derde. Maar dan met jouw specifieke label erop, van De Broodbakkers. Inderdaad, en dan voor de kwaliteit waar je voor staat. Inderdaad, want ik was bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Iemand die had een wijnproeverij. En toen hebben we een lekker stokbrood voor hem gebakken op basis van rode wijn in plaats van water. Mm-hmm. En dan lekker met stukjes olijven tussen en zongedroogde tomaatjes. En dan heb je een heel specifiek brood speciaal voor die klant gemaakt. En dan heeft hij iets onderscheidends. En op het moment dat hij over zijn wijn iets vertelt, kan hij ook zeggen dat dit stokbrood is verwerkt. Ja, dan heb je natuurlijk een heel mooi... Een mooi plaatje bij elkaar. Ja, want mag ik vragen waar je oorspronkelijk vandaan komt? Ja, ik kom van Goede Overflakkee, Oude Tongen. Mm-hmm. We hebben daar 85 jaar een familiebedrijf gehad. In de bakkerij ook? Ja, ik ben erop gegroeid. Ja, dus het zit eigenlijk gewoon in de... Ja, wij kunnen niks anders. Een beetje de genen. Precies. Ik heb toevallig daar aan de muur, daar mag je straks een fotootje van maken. Daar sta ik nog met mijn oom, toen ik een jaar of 4, 5 was al aan de werkbank. De ervaring is ruimschoots aanwezig natuurlijk. Ja, maar misschien heb ik dat nog niet goed begrepen, maar je moest een keuze maken dan als je voor jezelf begint voor een bepaalde plaats. En dat is Bergen op Zoom geworden, hè? Ja. Had dat nog een speciale reden? Je doet marktonderzoek. Ja. En dan kijk je van, is er een potentieel in de markt? Is er ruimte in de markt? En ik zag daar een bepaalde behoefte waarvan ik dacht van die kan ik goed op gaan vullen. En ik denk dat ik me wel onderscheid van de meeste bakkers. De traditionele bakkers die gistbroden maken in blik gebakken. En ik werk hier met broden zonder toevoeging en ik bak het op de vloer van de oven. Dus je krijgt A een ander model en een heel andere smaakbeleving. Mm-hmm. Maar daar aan vast wordt ook een andere prijsstelling. Omdat het heel veel handwerk is. Ja, maar goed, dat vertaalt zich dan ook in de kwaliteit en de smaak die van dat broodje werkt. Dat zal moeten. Dat is het is een heel andere smaakbeleving. Dus mm-hmm. De smaak die in het brood ontwikkelt ontstaat zeg maar uit de tarwe zelf en niet door allerlei toevoegingen. Kijk, niets ten nadele van mijn collega's, maar als je een traject hebt waarin je van grondstof tot gebakken product in 3,5 tot 4 uur werkt, dan heb je gewoon wat meer hulp nodig om de smaakontwikkeling te krijgen dan wanneer je zelf een deeg maakt die je 20 uur laat fermenteren, vervolgens daar een deeg van draait en dat 20 uur laat ontwikkelen en dat dan op de vloer van de oven gaat bakken. Dan krijg je een heel andere smaakontwikkeling. Dan krijg
krijg je ook een heel ander brood natuurlijk. Ik krijg ook een heel ander brood, ja. Ja, ik zal het natuurlijk te goed op kou, hoor, want het heeft body. Ja, ja, maar dan voel je ook dat je maar gevuld wordt. Ja, absoluut. Precies, ja. Het is niet, ja. Ja, laat me nog weer niets ten nadele van brood wat je bijvoorbeeld snel even bij de supermarkt haalt, maar dat is meer een spons. Ja, en nou, ik zie, nou, zo werk wil ik niet zeggen, maar ik zie wel bijvoorbeeld mensen die in het weekend hier komen en door de week hun brood bij de bakker, wat dan in de broodrommeltje meegaat naar hun werk. Ja. Ja, dat is een keuze. Ja. Ja, Pieter, je mag, wat dat betreft heb je hier natuurlijk toch wel een mooie locatie te pakken gekregen. Hè? Daar zit vrij veel loop in. Een parkeerplaats tegenover je zaak. Ja, ja, klopt. Dus ja, alle mogelijkheden om klanten te werven of te vinden. Ja, ik denk het wel. Ik heb ruim een jaar rondgelopen in Bergen op Zoom om te kijken naar een goede locatie. Ik ben ervan overtuigd dat de klanten die in de stad gaan winkelen niet met een brood een rondje gaan doen. Maar juist als bij aankomst even wat kopen, legt in een auto. Of ik kom uit de stad, ik ga nog even langs de bakker en ga dan naar huis. Daarnaast hebben we mooi iets van 6 of 7 buslijnen hier voor de deur liggen waar heel veel traffic uitkomt. Goede buren zoals de ANWB, de Kijkershop, V&D en de parkeerplaats. En een fietsenstalling die pas is gebouwd voor 400 plekjes. Ja, alle gunstige zaken zijn aanwezig, hè? Ja, klopt. Ja, want dat is natuurlijk wel ontzettend belang. Waar begin je? Ja. En hoe lang ben je nu aan het draaien in Bergen op Zoom? We zijn 24 maart begonnen. Ja, want we leven vandaag op 13 juni. Ja. 24 maart begonnen, ja, dat is relatief kort. Ja, ja. En heb je het idee dat mensen jou goed weten te vinden? Ja, ik moet zeggen, we hebben vanaf de tweede week eigenlijk een klantenpotentieel waarvan we zeggen van nou, daar kunnen we een naam op draaien. Groei is natuurlijk altijd om toe te juichen. En we zien ook wel een hele lichte groei. Maar goed, mensen moet je op een gegeven moment gaan vinden. Ja. En ik denk dat het zeker, ja, dat heeft wel een lange adem nodig. Maar we zitten nu op een niveau dat het goed gaat. En ik denk, nou ja, als we straks wat derde kanaal erbij kunnen betrekken, dat we onze bakkerij vol hebben qua productie. Nou ja, dan hebben we gewoon een gezond bedrijf neergezet binnen een paar maanden. Ja, want wat ook leuk is van je bedrijf, het is een open bedrijf, hè? Ja. Ik bedoel, je komt hier voorbij. Je kunt in natuurlijk bij het binnenkomen direct je brood of je andere zaken bestellen. Maar je ziet jou en je collega of de mensen die bij je werken ook bezig. Ja, klopt. Ja, we hebben wat dat betreft niks te verbergen. Ik denk dat het juist leuk is voor de klant dat hij op het moment dat hij in de winkel staat, dat hij ook het idee heeft dat hij in de bakkerij staat en dat hij erbij hoort. Ja, ja, want je ziet het. Je kijkt in de keuken als het ware. Ja, ja, ja. Ja, dat mag ook. En daar, ja, daar niks te verbergen, dat is prachtig en dat is toch leuk voor de klant. Ja, absoluut. Ja. Ja, Pieter, de basisgrondstof natuurlijk voor alles wat je bakt, dat is meel over het algemeen, hè? Ja. Meel, en is dat altijd tarwemeel? Nee, we hebben tarwemeel en bloem en ik heb speldbloem. Daarnaast hebben we ook nog biologische meel en bloem, waar we dan weer apart dezems voor draaien. Dus we hebben een biologische dezem. We hebben een speldecem en we hebben een neutrale decem, zodat je verschillende grondsoorten, maar dat je wel kan garanderen van kijk, dit is nou met 100% biologisch gemaakt, dit is met 100% speld gemaakt en dit is met 100% tarwe. Ja, ja. Zodat mensen met een allergie of wat dan ook toch goed kunnen kiezen. Ja, en dat is allemaal, dat ligt allemaal keurig uitgestald voor in je vitrine. Juist. Juist, en ja, wat... Hoeveel producten, verschillende producten bak je eigenlijk? Kan je dat zo opeens opnoemen of is dat moeilijk? Ik had me voorgenomen 35 producten te gaan maken. Ja. Dat is altijd lastig, want dan denk je van, oh, dit vind ik ook nog lekker en dat wil ik nog graag maken. Dus we zitten nu op 40 producten. Ja. Ik wil graag een smal assortiment houden, want dat betekent 40 producten dat je daar al je aandacht aan kan geven. Op het moment dat het 2 keer zoveel wordt, dan krijg je ook een aantal producten bij waarvan je denkt van, nou ja goed, ik heb het erbij, maar ik sta er niet 100% achter. En dat is prettig als je iets moet verkopen, dat je ook 100% zeker weet van nee, ik twijfel nergens aan, het is dagvers, het is super lekker. En dat krijg je alleen maar voor elkaar, dus, naar mijn idee, als je een klein assortiment haalt. Maar om dat allemaal op tijd klaar te krijgen, ik heb altijd geleerd of gehoord dat bakkers altijd heel vroeg beginnen. Ja, en vooral voor het weekend zo komt en extra vraag, is het er bij jou ook? Gelukkig niet. We hebben een mooi traject waarin we in de laatste fase zeg maar, van de deegstukken, dat duurt ongeveer 20 uur. Ja. Dus als we nu produceren, zouden we morgen overdag kunnen bakken. Oh, dat betekent als we 's ochtends binnenkomen, 7:15, dan is de oventemperatuur, die schieten we gelijk vol. En na 35 minuten heb je hier eerst je verse brood op de toon. Ja, ja, ja. Dus op zich, het nachtwerk hoeft niet meer, omdat we met die 20 uur opslag hebben. En je kunt in feite dan, als ik het begrijp, continu vers brood aanleveren min of meer. Ja, precies. Ja. Want het is niet zo dat ja, vanmorgen is vers, maar vanmiddag nou... Nee, dus onze deegstukken staan in de bewaarschap. Ja, ja. Die bakken we gedurende de dag constant af.
Oh ja, dat is natuurlijk wel heel aantrekkelijk, ja, hè? Ja, absoluut. Ja, ja Pieter, je hebt ook de gelegenheid geschapen in je zaak dat mensen, als ze daar tijd en gelegenheid voor hebben, hier even aan de tafeltje neer kunnen gaan zitten en iets bestellen van al het lekkers dat jij maakt. En het is ook mogelijk dat men hier een kopje koffie drinkt. Ja, zeker. Ik heb wat verschillende boterhammen die ik beleg. Dat maken we van een theesembrood wat we zelf bakken. Daarnaast is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of een verse zuurans. Ik hou het heel subier omdat het niet mijn stijl is, maar het is wel gezellig om bij de bakker wat te eten en te drinken. Ja. Maar het wordt geen horeca gelegenheid. Nee, nee. Mijn kracht is bakker zijn. Ja, uiteraard. Dat is het hoofdvak. Ja, precies. Maar je staat hier toevallig nou voor een enorme plaat. En daarin dat jongetje daar links, hè, op de foto, ja. Dat ben jij. Dit ben ik zelf, ja. En dan daarachter, die meneer daarachter, is je opa. Dat is mijn opa, ja. Ja en ja. Ja, dat was al in de bakkerij thuis. Ja, dat klopt. Ja. Dat was de bakkerij van mijn opa, daarnaast van mijn vader. Uh-huh. Ik heb die zelf overgenomen mede 2000. En die heb ik een aantal jaren gedraaid en toen verkocht. Ja, ja. Ja nou, dat is wel leuk, hè, dat hij daar hier nog eigenlijk een beetje meekijkt hoe het allemaal gaat. Ja, 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 precies. Maar Pieter, je hebt nu een speciaal brood in je handen, hè? Ja, dit is een voor onze dezenbroden. Dit is de hardloper, de migranendezen is het. Mm-hmm. Nou ja, wat ik erover kan vertellen is, ik heb net gezegd wat voor een traject erachter zit. We maken een dezen, dat staat 20 uur. Vervolgens maken we een deeg, dat staat 20 uur. En die broden worden gebakken op de vloer van de oven. Mm-hmm. Nou ja, je ziet, er zit een stevige kop staan. Ja, er zit kan, volume in. Ja, je kan er lekker op knauwen. Ja. Wat ik kan vertellen over onze dezen, is je hebt twee soorten dezen. Je hebt een Duitse dezen, maar die wordt veelal gelijk zuurdezen genoemd. We werken op een Franse methode, dus dat betekent dat we onze dezen op een andere temperatuur weg gaan zetten. Dan gaat hij in de dezen tijdens het fermentatieproces melkzuur ontwikkelen in plaats van azijnzuren. Oh, nou, ja. U snapt, het verschil tussen melk en azijn. Zoals ik dat ken, ja. Dat is een heel andere soort beleving. Dus ik kan wel zeggen, ik heb een dezenbrood, waar voor de rest geen toevoeging in zitten, alleen bloem, water en een beetje zout. En vervolgens is het ook nog niet zuur. Nee, nee, dat is wat een misverstand dat sommige mensen hebben waarschijnlijk. Dat ze denken, nou, dezen, dat zal een beetje zuurig zijn. Dat is, soms schrikken mensen van, oh, heb je alleen dezenbrood? En dan laat je het proeven. En dan is het is verrassend lekker eigenlijk. Ja, en het zuur wat in de azijnzuurontwikkeling zit, zeg maar, dat remt ook de ontwikkeling van je deeg. Dus krijg je die platte, zware broden. Mm-hmm. En dit is gewoon een stuk luchtiger. Ja. En wat zit daar nu bovenop? Dat is, Ik heb sesamzaad, lijnzaad en zonnepitten gemixt. Ja, ja. En daar rollen we het brood in. En diezelfde zaad die roosteren we en die draaien we door de deeg heen. Voor een extra bijt en een extra smaak. Mm. Ja, maar je hebt het waarschijnlijk al wel gezegd, maar dat is me tijdens het filmen waarschijnlijk ontstaan. Maar hoe, als dit broodje nou de oven in gaat, hè? Ja. Hoe lang blijft dat in de oven? Deze bakken we 50 minuten in de eerste fase. 25 minuten in de eerste fase. En dan is het afgebakken. Nee, dat is de eerste fase. Dat is de eerste fase. Ja. En dan kan je dus van kiezen op de tweede fase. Dat heet het afbakken zelf, het knapperig maken. Dan is die gaar, dan is die verteerbaar, maar nog niet prettig om te eten. Dan moet er nog een knapperige korst erheen. Mm-hmm. Dat is onze tweede fase. En je kan ervoor kiezen om die fase later te doen. Zoals men afbakbrood noemt. Ja, ja. Of gelijk door te bakken. Dan bak je 8 minuten langer en dan is het een afgebakken brood. Maar het is niet zo dat mensen het thuis nog af kunnen bakken. Want dat is niet aan te bevelen waarschijnlijk. Toch wel. Toch wel. Ik heb alle soorten die ik verkoop heb ik ook in een bake-off variant. Ja, ja. Zodat als mensen het graag willen op zondagochtend of op maandagochtend vers brood kunnen bakken. Nou ja, dus die mogelijkheid bestaat ook. Ja, zeker. Zeg maar Pieter, wat voor dagen ben je allemaal geopend? Op zondag en maandag ben ik dicht. Dat is het makkelijkste om uit te leggen. Ja, en de andere dagen? Van 5:30 tot 6:30 zijn we hier. En zaterdag tot 5:00. Juist. Ja. Het maakt gelijk de show compleet, hè? Oh, dat gaat... Ja. Ja, Pieter, want ja, je kunt... Zal ik het even uitzetten? Je kunt wel... Ja, doe dat maar, hè. Want dit is eigenlijk... we laten even zien hoe het werkt. Ja. Ja, want zo snel gaat het nou ook weer niet. Nee, maar dat heb je met handwerk, hè. Maar ja. Dat maakt het wel leuk zo. Dat was wel... Ja, je kunt natuurlijk een zaak beginnen en een ruimte vinden. Maar en allerlei plannen hebben, maar het brood moet ook gebakken worden en daar heb je materiaal voor nodig.
inderdaad. Ja. En ja, alles wat wij hier achter ons zien, hè, dat zijn ovens van verschillende ja, capaciteit en kwaliteit. Of kwaliteit zal wel allemaal goed zijn, maar ja, wat, ja, je ermee kunt, ja, wat je ermee kunt. Ja, precies. Dat heb je allemaal nieuw aan moeten schaffen om ja, te beginnen? Klopt. Ja, je moet natuurlijk keuzes maken in materialen en machines die er zijn. Ik denk, ik ben ervan overtuigd dat als je goede kwaliteit moet bakken, dat je goede kwaliteit oven moet hebben. Dus ik heb van alles geïnvesteerd in de soort oven. En daarnaast in de kneedmachine. Mm-hmm. Die twee dingen, dat maakt eigenlijk, dat is het belangrijkste voor het brood. We hebben gekozen voor een Mans oven, dat is een Duitse mm-hmm. oven. Heel solide merk. Dat kende jij, je had er al eerder mee gewerkt. Ja, bij verschillende ik heb bij verschillende bakkers proefgelopen. Ja, ja. En gekeken van wat voor oven gebruik ik nu. En hoe is de bakaard? En dan kan ik op onder- en boventemperatuur instellen. Dat is gewoon vooral belangrijk om een goede borstvorming te krijgen op je deeg. Mm-hmm. Ja. Oh ja. En, dus, nou ja, de machines van de bakkerij, die zijn best prijzig. Ja. Aan de andere kant hebben we de winkel zo ingericht. Ik denk van nou, dat doen we met gebruikte materialen. Ik heb een mooie bank staan van een bakker uit België die er 30 jaar geleden mee gestopt was. Maar die ja. heeft wel lekker karakter. De tafelstoeltjes die we hebben, die hebben we op marktplaats gekocht. Dat ja, oude natuurlijk. Schooltafeltjes. Maar die beïnvloeden het bakproces niet, maar wat het bakproces beïnvloedt, dat mag niets aan ontbreken natuurlijk. Nee, dat moet gewoon top zijn. En dat is wat je hebt gedaan. Ja. Nou, dat is goed om te weten. Misschien, mensen staan er niet altijd bij stil, hè. Dan kopen ze een brood en denken ze, nou ja, we zijn weg. Maar er zit veel meer achter bij de totstandkoming van een brood dan velen zich waarschijnlijk voorstellen. Ja en nee. We bakken op een traditionele manier. Ze hebben op zich niet zo gek veel machines nodig. We hebben een mengkom nodig en een tafel om te werken, een bewaarkast en een oven. En als die dingen goed zijn, nou ja, die zijn gewoon nieuw gekocht, dus die zijn gewoon goed, dan kunnen wij van start. Ja. Als ik kijk naar de traditionele bakker, die heeft veel meer en veel duurdere apparatuur nodig. Daar ligt de investering echt misschien wel 3 keer zo, 4 keer zo hoog. Dus op zich is dit ook een fijn concept om te starten. En waar haal jij je grondstoffen vandaan? Is dat bij een speciaal bedrijf? Of? Ja, hallo. We hebben twee leveranciers die bloem brengen. Eén komt van de Belgische molen, van Deinze is dat. Mm-hmm. En de andere is van de Kolmberger en die brengt alleen spelt. Ah ja. Dus dat zijn je voornaamste grondstofleveranciers? Ja, twee molens. Ja, weet je, zout, dat is allemaal niet zo heel spannend. Nee, maar daar gaat het om. Ja, precies. Ja, ja, we hebben gekozen voor een jodiumrijk zout, omdat mensen gewoon een bepaalde hoeveelheid jodium nodig hebben. Nou, dat zit dan in het brood. En dat is gewoon, standaard grondstof. En andere grondstof is water en dat hebben we gewoon uit de middagse waterleiding. Ja, want natuurlijk, het is een hoop werk en precies werk. En ja, voornaamste is dat je kwaliteit blijft leveren. Maar jij hebt dit gestart, maar je doet het niet helemaal alleen, hè? Nee. Dat is bijna onmogelijk. Dat zou heel omslachtig zijn. Ja. Dan moet ik heel lange dagen maken. Want ik zie daar daarachter een meneer staan, die helpt je. Ja, klopt. Ik heb Jaap aangenomen en die helpt mij brood bakken. Aha. Die is dus in principe de hele dag. Ja. Ik zelf doe dan de verkoop door de week. Als het rustig is in de winkel, spring ik bij, zodat ik Jaap kan helpen. Dan bakken we samen brood. Ja. Kijk, de meeste bakkers die voor zichzelf starten, die starten als bakker in de bakkerij. En die laten de verkoop over aan iemand die ze inhuren, hè, aan personeel. Ik heb ervoor gekozen om zelf in de winkel te gaan staan. Want ik vind dat ik toch voor mezelf het gezicht ben van deze winkel. En ik heb iemand uitgenodigd om bij mij te komen werken. Ja, ja. Nee, je staat helemaal achter je product. Jullie maken het, maar je verkoopt het ook direct uit de eerste hand. Ja. Nou, dat is fantastisch. Ik denk dat het ook gewoon een kracht is voor je product. En dat je goed uit kan leggen aan de mensen wat het is, waar het naar smaakt. En dat je kan laten proeven en erover kan vertellen. En dat enthousiasme, als je dat zelf overbrengt, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, wat me af en toe wel eens moeilijk lijkt, maar door het continu proces dat je een beetje kunt bakken, is wat moet je nou inschatten? Dat je in voorraad gaat bakken, dat je zegt, nou, vandaag verwachten we dit of dat. Ja. Is dat moeilijk? Dat is heel moeilijk, zeker de eerste weken. Dan heb je natuurlijk zoiets van, ja, wat komt er op me af? Je hebt geen idee. En je wil niet 's ochtends om 10 uur uitgekocht zijn. Wat, ja, dan komen de mensen nooit meer terug. Nee. Maar je wil ook niet te veel overhouden. Nou, nu hebben we een tussenoplossing gevonden. We hebben een aantal broden wat we bake-off dus maken. Dus die tweede fase, ja, die stellen we nog eventjes uit op het moment dat we denken van, nou, nu is het nodig. Dan bakken we bij. Wat er s'avonds overblijft, dat brengen we gelijk om alles dus naar de voedselbank. Zodat dus gistermiddag, vrijdagmiddag, dan om 6 uur gaat de voedselbank open. Mm-hmm. 6:15 komen we een broodje brengen en dan kunnen ze gelijk met de mensen mee. Ja, ja. Dus voedselverspilling, dat is heel weinig. Helemaal niet. Heel weinig. Nee, er blijft wel eens wat over wat je denkt van, nou, dat wil ik eigenlijk ook niet naar de voedselbank. En dat gaat er weer naar een schapenboer ergens in de Ja.
En dan is het veevoer. Ja. En de reacties van de klanten. Je bent een nieuwe bakker. En, ja. Nou ja, je moet je plaats verwerven hier. Je bent onderscheidend. Ja. En heb je al wat reacties gekregen? Ja, gelukkig wel. Hele tevreden klanten die speciaal voor dit product komen. Die echt zeggen van van de verrijking eigenlijk voor de stad. Mm-hmm. Dat is natuurlijk fantastisch om te horen. Want daar doe je het uiteindelijk voor. Ja, dat mensen toch hier leren en terugkomen. Dus ik denk dat we op zich nu een hele grote groep klanten bedienen die regelmatig bij ons terugkomen. Maar ik merk dat toch nog dagelijks mensen binnenstappen van, wist niet dat je hier zat. Ja. Dat blijft natuurlijk een proces. Mm-hmm. En we merken wel dat mensen komen hier van, mijn buurvrouw zei je hebt lekker brood. Of ik hoorde op de tennisbaan of noem maar op. Dus ja, van mond op mond gaat het toch zo de ronde en ik verwacht toch dat er nog wel wat groei in zit. Ik hoop dat ik nog lang mijn brood hier mag verkopen en bakken. Nou, dat hoop ik met jou, Pieter. Het ziet er allemaal keurig uit. Het is allemaal goed overzichtelijk, netjes. En niks staat het in de weg om het een hele florerende zaak te maken. Dat is zeker. We doen er ons best voor dagelijks, ja. Okay. Dankjewel. Ik tref hier net een klant aan. Er zijn er al meerdere geweest, maar nu spreek ik even met deze. En deze... Blij met de nieuwe bakker hier? Ik ben erg blij met de nieuwe bakker. Goede buurtbakker. Heel erg goed brood. Lekkere producten. En voor mij heel fijn dat het nog niet zo zoet is. Aha. Ja. Dus gelukkig met de nieuwe bakker hier. En de keuze genoeg, hè? Ja, keuze genoeg. Ik zou zeggen, eet smakelijk vandaag. Dankjewel. Ja, wat gaat u kopen trouwens? Zo'n bolletje met de cranberry wit chocola. Heb ik veel ervaring mee. Is erg smakelijk. Mm-hmm. En ook niet te zoet. Dan ga ik nemen een Elsen. Ja. Want die bevalt thuis bij iedereen goed. Ja. En ik denk worstenbroodjes, maar dat is voor de lekkerte. Want die zijn hier zo lekker dat we er eigenlijk wel dagelijks een paar op kunnen. Oh, dankjewel. Okay.